Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de Interland interval, zeg maar. En natuurlijk in de vijfde speelronde van de Eredivisie, voor sommigen. Een Nederlands elftal heeft met 5-2 gewonnen van Bosnië en Herzegovina en speelde 2-2 gelijk tegen Duitsland. Best wel oké wedstrijden, het geeft hoop. En dan gaan we naar de uitslagen van de Eredivisie. FC Twente speelde 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. FC Groningen speelde 2-2 gelijk tegen Feyenoord. NAC won met 1-0 van Fortuna. AZ won met maar liefst 9-1 van Heerenveen. Voor mij als AZ-supporters was het een geweldige avond gisteravond. PSV NEC werd 2-0. Sparta tegen Go Ahead Eagles werd 1-2. Helaas is Ajax FC Utrecht afgelast. Maar als het goed is, zijn ze nu geen wedstrijden meer aflasten voor dit doel. Dus hopelijk kunnen ze allemaal zo snel mogelijk ingehaald worden. Willem II, RKC, werd 3-0 en Heracles Almere bleef in 0-0. Dan gaan we naar de Eredivisie ranglijst. PSV staat bovenaan met 15 punten. Dan komt AZ met 13 punten. FC Utrecht staat derde met 10 punten. Groningen staat vierde met 9 punten. Willem II op de vijfde plaats met 8 punten. Feyenoord, Fortuna, NEC, Sparta, Go Ahead Eagles en NEC hebben 6 punten. FC Twente op de 12e plek met 5 punten. Heerenveen staat 13e met 4 punten. Ook PEC Zwolle heeft 4 punten. Ajax en Heracles hebben 3 punten. Alleen Ajax heeft 3 wedstrijden minder gespeeld. Almere City op de 17e plaats met 2 punten en onderaan RKC met nog 0 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Milan Lazeri staat bovenaan met 45 punten. Dan komt Luc op de tweede plaats met 43 punten. Jarno staat derde met 41 punten. Dan komt Amersfoort Power met 40 punten. Stan staat vijfde met 37 punten. Dan komen Peter en Rins met 36 punten. En op de achtste plek Rohan met 35 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. En de weekwinnaar is It's Payday. Ik denk dat hij een hele fijne week heeft als ik zie dat hij voor AZ is. Die natuurlijk een fantastische wedstrijd heeft gespeeld. Dus gefeliciteerd. Dan gaan we de wedstrijden die we door de week gaan voorspellen eens even bekijken. We hebben twee Champions League wedstrijden. Namelijk Juventus tegen PSV en Feyenoord tegen Bayer Leverkusen. En voor de Eredivisie inhaalwedstrijden hebben FC Twente tegen Heerenveen. En Ajax tegen Fortuna Sittard. En dan de wedstrijden voor de Eredivisie. PEC Zwolle tegen AZ is het affiche voor vrijdag. Dan FC Utrecht tegen Willem II. RKC ontvangt Sparta. Go Ahead Eagles mag thuis tegen Ajax. NEC neemt het op tegen Heracles. Heerenveen ontvangt FC Groningen. Almere City thuis tegen FC Twente. Feyenoord in de Kuip tegen NAC Breda. En als laatste hebben we Fortuna Sittard tegen PSV. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.